Er is ooit een leerling geweest en die had mij een briefje geschreven op het einde van het jaar en die schreef: bij jou mochten we echt zelf dingen doen. Allee, ja, dat is waarvoor ik sta en wat ik wil doen met de kinderen. Ja. Dan mogen jullie van mij nu vertrekken, alles is mee en dan gaan we eraan beginnen, jongens. Ik vind het belangrijk dat kinderen niet de hele dag achter een scherm zitten en dat ze toch ook voeling blijven hebben met de natuur. Ik heb thuis ook wel wat diertjes, dat is mijn voornaamste hobby, mijn klein boerderijtje. En dan hebben we dat beetje bij beetje meer naar hier gehaald. En dan ben ik daar systematisch mee begonnen, met de kinderen naar buiten te gaan. En de kinderen waren daar zo in geïnteresseerd. En ja, dat leek heel goed te werken. Ik heb nooit meer kinderen actief bezig geweten dan in onze moestuin of in onze boerderij. Hun handen eens een keer in de aarde steken en vuile nagels hebben. Moet kunnen. 536. Amai. Dat is een schoon koppeltje wel, hè? Die twee. Vandaag, deze namiddag, hadden we contractwerk gepland. En alles wat we gedaan hebben van meten en meten te rekenen, dat hebben we nu gaan bundelen eigenlijk in dit contractje. Zodat ze dat ook in een omgeving die ze gewoon zijn, de schooltuin, daar eens kunnen toepassen. Dan zetten we ze op 1 kilo. Doe jij dat eens, Jari? Zet ze eens op 1 kilo. Ja, perfect. En als je er nu oplegt, voorzichtig, altijd eentje meer, totdat het gelijk staat en wiebelt, dan heb je een kilogram. Ik ben ervan overtuigd dat door het vandaag toe te passen buiten, dat het veel beter gaat blijven hangen achteraf. Maar hadden ze dat in de klas niet geleerd, dan hadden ze dat ook niet kunnen toepassen buiten. Dus het is een beetje de twee, maar het is wel heel leuk en nuttig voor hun dat ze zien van, ah ja, wat we leren dat niet zomaar. We kunnen daar ook iets mee doen. Als jij dat drinkt? We eigenlijk tijdens dat contractwerk tijd om elke leerling of elk groepje leerlingen individueel bij te sturen en eigenlijk tot leren te brengen en dan ook nog eens te polsen, begrijpen ze nu wat ze aan het doen zijn, terwijl ik dat in een cursorische les met 31 leerlingen nooit zou kunnen. Je kunt die verschuiven, je kunt die draaien, je kunt die wegdoen, voilà. Maar dat is al supergoed, de evenwijdigen hebben jullie al. Het is heel leuk dat de dingen waar je zelf voor staat en waar je goed bij voelt, als je dat kunt meenemen in je werk, als dat waardevolle dingen zijn, ga dat altijd beter doen en met meer inzet doen dan wanneer het aan de ver van je bedshow is. En ik denk dat dat bij mij er ook wel voor zorgt dat mijn welbevinden hoog blijft. Heeft iedereen zijn vuile schoenen uitgedaan? Ja. Ja. Er is niks fout met te zijn wie je bent en met iets waar je goed in bent, met dat te gebruiken om positieve verhalen te schrijven. Hoeveel hingen er aan 1, 2 of 3 trossen die je geoogst hebt aan? We hebben er 1 in de grond gestoken. Wie was daarbij vorig jaar? Heb jij mee aardperen geplant? Ik denk dat als scholen zouden durven inzetten op de interesses en vaardigheden van hun leerkrachten, dat ze een veel mooier geheel zouden vormen dan dat het nu soms gaat. Ieder in zijn klas met de deur dicht. Ik denk dat dat voor elke school en voor elk individu in het onderwijs een serieuze meerwaarde kan zijn.